Wat zegt de leider van de Partij van de Arbeid als hij een grote groep met ondernemers mag toespreken? Diederik Samsom was zaterdag te gast op de Bilderberg-conferentie van VNO-NCW. Hij was er zelfs de hoofdspreker. En hij werd heel fijntjes herinnerd aan een van zijn grote voorbeelden, Joop den Uyl. Die zei namelijk 40 jaar geleden voor een soortgelijk publiek dat investeringsbeslissingen van het bedrijfsleven moeten vervangen worden door democratisch getoetste besluiten. Een soort nationalisatie dus, de schrik van het Nederlandse bedrijfsleven. Samsom kiest voor een heel andere toonzetting. Hij wil de kloof overbruggen tussen oppositie en coalitie, tussen werkgevers en werknemers, want, zegt hij, de Nederlanders hebben genoeg van al die tegenstellingen en van polarisatie. Hoe weet hij dat eigenlijk zo zeker? Omdat ik mensen op straat spreek en die zeggen tegen mij, los het nou op. Hou nou op met ruzie maken. We hebben nou al 10 jaar achter ons waarin we 5 keer naar de stembus moesten. We willen nou gewoon dat het opgelost wordt. Niet alleen door de coalitie, begrijp me niet verkeerd, maar door de politiek als geheel. Kan een politicus over zijn eigen schaduw heen stappen? Kunt u de korte termijn vergeten? Elke dag moet je dat opnieuw proberen. Elke avond blijkt het weer minder gelukkig. Moeilijk in deze mediacratie. Nee, dat is te doen. Maar het is moeilijk. Maar het is niet alleen omdat er een mediacratie is. Maar omdat iedereen vaak bezig is met de dag van vandaag of de dag van morgen. Wij thuis allemaal. Als politicus moet je proberen daaraan te ontsnappen. Elke ochtend sta je met dat voornemen op. Elke avond constateer je weer dat het morgen weer beter moet. U heeft tegen de werkgevers gezegd het is belangrijk dat er een sociaal overleg komt en dat het ook slaagt in maart. Wat moeten ze gaan afspreken, vindt u? Een sociale agenda waarmee we verder kunnen. Wat moet daarin staan? Ja, kijk, daar gaan we nu de komende maand over praten. Het zou heel onverstandig zijn om dat nu al voor te schrijven. Want daarmee zou ik indruisen tegen mijn eigen oproep om gezamenlijk, even los van de winst voor elkaar, te zoeken naar de gezamenlijke winst. Waarom vindt u het zo belangrijk? Ja, omdat het een van de aspecten is waarmee Nederland kan laten zien dat we het weer kunnen. Dat we het wel kunnen. Dat we kunnen stoppen met ruzie maken. Dat we uit die vangrail kunnen komen. En weer richting, ik noemde het jaar 2021, kunnen gaan als een bloeiende samenleving. Ton Heers, de tijdelijk voorzitter van de FNV, heeft gezegd, reken er maar niet op. Nee, maar dat is ook zijn rol. Dat moet hij ook zeker op die manier aangeven. Want, en hij heeft er ook nog wel een punt. Hij heeft redenen om zorgen te hebben. De tijd is lastig, de eisen die op tafel liggen zijn groot, de financiële kaders zijn smal. Bent u optimistisch daarover? Ik ben optimistisch. Waarom? Omdat ik voel dat iedereen die op dit moment hiermee bezig is, dezelfde urgentie deelt. Namelijk, we moeten dit oplossen. We moeten Nederland laten zien dat er vertrouwen mogelijk is, dat Nederland het weer kan. Als we dat nou als werkgevers, werknemers, politiek, coalitie, oppositie en de rest van de samenleving doen, dan gaat het nog lukken ook. Even terug naar uw eigen verleden als Partij van de Arbeid. U deed niet mee aan de Koenderscoalitie. U wilde ook niet meedoen in 2010 in de kabinetsformatie. Wilt u zelf die kloof eigenlijk wel overbruggen? Want u heeft er niet echt blijk van gegeven. In 6 weken tijd een regeerakkoord maken met een partij die zo mogelijk het verst van je afstaat, is volgens mij genoeg bewijs daarvan. Laatste punt eventjes. U heeft het gehad over 2021. Maart 2021, dan mag uw dochter voor het eerst stemmen. Wat is uw grootste wens voor haar? Nou, allereerst geldt de voorwaarde dat we 2 stabiele coalities hebben. Maar mijn grootste wens voor haar is haar toekomst. Is een leven waarin zij haar eigen toekomst kan inrichten. Een huis kan kopen, werk kan vinden waarin ze gelukkiger wordt. Een leven kan opbouwen. En daarvoor zijn zekerheden nodig. En daar moeten we de komende tijd aan werken. Anders zijn ze niet meer vanzelfsprekend. En daarvoor is ook stabiliteit nodig, begrijp ik. Absoluut.